ik heb een vogelkooitje. En die ga ik eens op een hele andere manier decoreren. We doen er geen vogeltje in, maar we gaan hem opvullen met cactussen en allerlei vetplantjes. Er zijn twee maten. Ik heb de kleine alvast als voorbeeldje gemaakt. En nu ga ik laten zien bij de grote hoe je het zo kunt maken. Je kan hem heel makkelijk open doen. Kijk, je kan hem zo kantelen. Ik begin met oase erin te snijden. Ik snijd een klein stukje af en dan komt iets boven het randje uit. Eventjes passen en meten. Ook hier snij ik weer een stukje eraf. Dan komt er iets bovenuit. Moet goed klem zitten. Dan ga ik de kleine stukjes nog even opvullen. Zo. Dan ga ik verder met de cactussen. Er zijn diverse soorten, verschillende kleurtjes. Ik heb gekozen voor een beetje gekleurd. Die steek ik in het midden. Het kooitje is ook heel geschikt voor echte plantjes, cactusjes of andere vetplantjes. Ik heb nu gekozen voor droogmaterialen. We zetten ze heel speels door elkaar. Dan ga ik verder met de vetplantjes. Ik heb gekozen voor deze kleintjes. Dan ga ik proberen dat het oase niet meer zichtbaar is. Dus ik doe ze er ook tussen. Even goed verdelen. Kijken of het nog dicht kan. Zo. Ja, hij zit dicht. Kijk eens. Nou, een heel kleurrijk geheel. Dan ga ik de kultweg erin doen. Er zit ijzerdraad in. Ik knip er even een paar alvast af. Ik heb nu gekozen voor een taupekleur. Maar je hebt ook nog in andere kleuren, in wit. Een beetje crèmekleurig. Maak ik hem aan een spijltje vast. Dan sla ik er een paar over en dan haal ik hem weer door een spijltje heen. Dan sla ik er weer een paar over en dan haal ik hem hier weer doorheen. Dan krijg je zo'n mooi gevlochten randje. Doe ik er nog een laagje overheen. Kijk, dat geeft wel een heel leuk natuurlijk effect. Herhaal ik hem bovenaan nog een keer. Je zou het ook op deze rand nog een keer kunnen doen. Ik doe het bij deze rand. Altijd een beetje gestoei met dat ijzerdraad. Helemaal leuk. Ik doe nog even een klein stukje aan, zodat je hem op kunt hangen. Dat gaaf in een veranda om hem aan een balk te hangen voor het raam. Maar je kunt hem natuurlijk ook gewoon laten staan in de vensterbank. Voor de afwerking heb ik nog een pakje met kolibrietjes. Kijk, ik wil hem zo aan het kooitje vastknijpen. Heel makkelijk. Nou, als dat geen zomergevoel geeft. Prachtig voor een lekker voorjaarsgevoel. Leuk voor in de vensterbank of om op te hangen.